Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 13 hier in Italië. Onze thuisrace zat erop. Die was helaas niet zo goed gegaan, maar dat geeft niks. Heb je die trouwens gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop in deze video verschijnen, maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn game kanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer en ram ook gelijk op het belletje, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Kom ik even op de sociale media, @Gierlandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaamte in de beschrijving. Ik ga weer terug naar een oudere motor, want deze componenten heb ik in de vorige race laten vervangen om met nog de resterende races in het seizoen, wij zijn hierna nog 3 races te gaan, met een schone motor te rijden. En dan hoeven wij ook geen gridstraf meer te incasseren. Veel updates zitten er aan te komen. Even kijken wat we nog kunnen gaan upgraden en updaten. Sommige onderdelen kunnen we niet doen. Waarom? De capaciteit is gewoon overvol daarin. Dus dat is jammer. En er komt trouwens ook een regulatieverandering aan in seizoen 2. Dus daarvoor moeten wij ook oppassen. Maar we zijn nog steeds het traagste team van allemaal. Regulations are changing. There's a risk some of our hard work will be undone, so we need to mitigate it. As soon as you can, I want you to look at the developments we have and tell us what areas you want to invest in protecting. Wat ik dus zei, een regulatieverandering in seizoen 2 komt er dus aan. De aerodynamica en de powertrain die zijn daar een effect van. We hebben wel heel veel upgrades gemaakt. Dus ja, die moeten allemaal worden beschermd. Maar eerst op naar de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. Het is bewolkt. Volgens mij gaat er ook zometeen regen aankomen. Dus dit wordt een alles of niets ronde. Om misschien door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. DRS geopend. Een versere motor weer achterin. Net als in Zandvoort. Goed verhaal. Dan komen we aan bij de laatste bocht. Druppels gaan al wat meer op het scherm verschijnen. Oh no. Anyway, los. En dan zetten wij een tijd neer van een 1:25.0. Goed voor een P7 en geel in sector 1 en 3. Maar Lewis Hamilton pakt de snelste tijd in het eerste kwalificatiedeel. Kevin Magnussen naar de tweede plek. Goed gedaan, Sainz op P3. Wij staan helaas op een P22. Op 4 seconden van Lewis Hamilton. En Theo Pourchaire pakt ons alweer in de kwalificatie. En is het op naar de race voor aflevering nummer 13 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. It's time for the Italian Grand Prix once again here at the beloved and iconic Autodromo Nazionale di Monza. With the lowest downforce and drag of any circuit in the season, expect to see drivers making the most of the slipstream effect here today. With top speeds up to 215 and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation of one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Bottas, Kevin Magnussen and Leclerc. Sainz, Stroll, Verstappen and Sebastian Vettel. Norris, Fernando Alonso,
Alex Albon and Mick Schumacher, the Professor Ocon, Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Latifi, Joe, Teo Pourchaire, and Daniel Ricciardo fills the last spot on the grid. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Ja, dag. Die is gek, Mark. We kunnen gewoon helemaal niks, want de snelheid is er gewoon niet. Besef je dat nou nog steeds niet? Anyway, ja. We hebben dus wel een aantal posities gewonnen bij de grid. Waarom mensen hebben grip en het is gepakt. En een eenstopper. 27 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Ja, maar goed. Dan ons voorbereiden op de Formation Lab. En gaan kijken wat we kunnen doen. Terwijl we onderweg zijn. Nou, de achterbanden worden zo wel goed opgewarmd. Dus alleen maar tactiek. Tactiek. Meer dan dat is het niet. We mogen daar Schumacher trouwens niet voorbij. Dus dan moeten we even oppassen. De achterbanden geven niet echt mee. En dan zijn we aanbeland bij de grid slots. Kijken of wij goed erin kunnen komen. Leuk gezegd. En ja, of wij een goede start hebben. Nou, we staan in ieder geval wel perfect. En op naar de race voor aflevering nummer 13 van F1 22. My Team Caremo starten dus vanaf een P15 op de grid. De lampen gaan aan voor de race hier in Italië. En ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen goed weg. Ocon beter weg, Tsunoda beter weg, maar wij hebben hier de topsnelheid. Nou, laat maar, Tsunoda die raast ons gewoon voorbij. Laat maar. We kunnen wel profiteren, jazeker. Aan de binnenkant, dat is Schumacher. En wij pakken hem daar mooi buitenom. Jazeker. Dat is P15. Volgende heet dan Fernando Alonso. En er is een virtual safety car. Gasly heeft zijn voorvleugel beschadigd. Wat is daar gebeurd? Weet ik niet. Maar de Fransman moet wel naar binnen. Dus ja, dat is jammer voor de stokbroodvreter. Wij dus op P15 voor ons Fernando Alonso. Sorry? Ja, dat zeg ik goed. Excuseer. En daarvoor Alexander Albon. Schumacher rijdt op een P17. En Gasly dus naar binnen gedoken. Voor een nieuwe neus. VSC eindigt. De virtual safety car eindigt. En gaan weer onze pace hervatten. Jazeker. En hier is het even duwen en trekken. Want ja, bij de eerste bocht is nogal een langzame knik. En dan krijg je dat. Kunnen wij naar Fernando Alonso toe rijden? Nee, Mick Schumacher is wel wakker gebleven. En die zit al te kijken. Daar komt hij. Schumacher aan de buitenkant. Lukt helaas niet. Het is niet Sinterklaas die komt, maar Mick Schumacher die komt. Klinkt een beetje apart, maar goed. We zitten in ronde nummer 10. Nog 17 rondes te gaan. Gasly is naar binnen gedoken. Voor de harde band. En Poortje is ons voorbij gegaan. Dat gat is 8 seconden ongeveer. Tot nu toe een lastige race. Nog 17 rondes te gaan. En wij duiken dus in deze ronde naar binnen. Dus in ronde nummer 11 eigenlijk. Duiken wij de pits in voor mijn laatste pitstop van de dag. Dan gaan we naar de harde band. En ja, dan is het gewoon uitrijden voor wat we waard zijn. Want ja, de auto is gewoon nog niet goed genoeg.
Ik moet wel proberen om de faciliteiten wel te beperken van de regulatieverandering. Want ja, dat is wel belangrijk. Dan komen wij dus naar binnen in ronde nummer 11. We gaan dus voor de harde band. We gaan de race hierop uitrijden. Kijken wat de pitstop wordt. Hopelijk een goede tijd. En zo niet, dan is dat wel heel erg kut. Jazeker, 2,4. Goed gedaan. En waar komen wij terecht? Komen wij voor of achter Gasly weer de baan op? Het is voor Pierre Gasly. De overcut heeft gewerkt. Maar goed, Gasly had ook een voorvleugelprobleem. En de DRS werkt niet. En dat is wel een probleem voor ons. Want op dit circuit heb je DRS nodig. Anders ben je gewoon de Sjaak, de Pineut, de Sigaar. Noem het maar op. We moeten sowieso buiten blijven, Mark, want er zijn geen pitstops meer. Beetje nadenken. Nog 16 rondes te gaan. En Gasly zit wel te kijken bij ons. Kan ook zometeen aanvallen, zie ik. Want hij zit binnen DRS-afstand. Daar komt Gasly. We gaan toch ook overdek gebruiken, jonge vriend. Terwijl Gasly ons daar voorbij raast. Dat is de laatste plek. Kijken of wij terug kunnen komen bij Gasly. Nou, dat lukt misschien. We rijden wel met dezelfde krachtbron. Alleen ik denk dat de auto gewoon vele malen beter is van Gasly. Probeer het wel dicht te remmen, dat gat. Hier dan proberen aan de binnenkant. Net niet. Lukt net niet. Hebben geen DRS. Oh ja, tuurlijk. Die DRS die doet het niet. En Gasly rijdt al gelijk van ons weg. Wat leuk. Super. En dan doen we even dit. Een divebomb. Jazeker, Gasly ziet het aankomen. En wij maken daar bijna een fout. Duwen Gasly daar gewoon het grind op. Het heeft eigenlijk niet zoveel nut. Want Gasly is vele malen sneller. Maar ik moet toch mijn strijdlust laten zien. En daar gaat mijn strijdlust. Want ja, Gasly die rijdt er gewoon voorbij. Kunnen daar niet terug aanvallen. Jammer. Jammer. En de DRS is nog steeds een probleem. Dan zitten we in ronde nummer 19 als de DRS het weer doet. Maar daar hebben we helemaal geen flikker aan. Want ja, blauwe vlaggen. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor ons. Lewis Hamilton gaat ons op een ronde zetten. In ronde nummer 20 voor hem dan. En wij rijden in ronde nummer 19. Nou, ga er voorbij. Ga er dan langs. Lewis! Pafketel, gaat het dan lang? Dankjewel. Hij gaat er voorbij. Ik dacht even dat hij bleef plakken. Niet slim. Hey, kijk eens aan. Perez profiteert gelijk mee van Charles Leclerc. Perez aan de binnenkant. Lukt net niet. Jammer. Probeert het wel. Nou, probeert het. Hij zit ernaast. Dat zie ik. Wat kan Charles Leclerc? Wat kan Perez? En Perez aan die buitenkant. En weer blauwe vlakken. Dat doen we even dit. Terwijl er een safety car op de baan is. Er is een safety car op het circuit geroepen. Waarvoor? Geen flauw idee. Oh, Bottas kan mij dus niet inhalen. Nou, lekker dan. Maar ja, een safety car. Interessant wat hier allemaal gebeurt. We moeten dus de Delta zien te aanhouden. En dan gaat die safety car alweer de pits in. En dan zitten we in ronde nummer 24. Als Lewis Hamilton is uitgevallen. Lewis Hamilton uitgevallen in de wedstrijd. Daar gaat zijn overwinning. Daar gaat zijn allereerste overwinning in My Team Career Mode. En zo is het Charles Leclerc die de wedstrijd leidt. Sorry, is het Sergio Perez die de... Ik heb het verkeerd. Is Charles Leclerc die de wedstrijd leidt. En Sergio Perez op de tweede plek kan... Leclerc hier de Italianen weer tot vreugde brengen, net als in 2019. Wat kan Charles Leclerc nog? Hier dus een herhaling. Hamilton rijdt achter de safety car als hij weer naar binnen gaat. Dan mag hij nu het tempo bepalen.
en dan begeeft gewoon de motor, denk ik. Weer pech voor Lewis. We moeten daar echt even oppassen, zeg. Voor Charles Leclerc. Zo de knetter, dat ging maar net goed. Anders had Leclerc een probleem. En dan parkeert hij hem zo meteen hier bij Marshall, denk ik. Jazeker. Lewis gaat even vriendjes maken met Marshalls. En dan pakt Charles Leclerc de snelste race op het punt. Maar hij wint niet de race. Perez pakt hem af. Wat is er dan gebeurd? Het is niet Charles Leclerc die de race wint, maar Perez die weer een overwinning boekt voor Red Bull Racing. De reeks is doorbroken van Ferrari. Red Bull count het terug en wij stellen helaas teleur. Gaan ons opmaken voor de volgende race. There it is then, victory in the Italian Grand Prix. A historic race and an achievement they can be immensely proud of. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they've secured here. After this round. Nou, Sergio Perez wint dus de wedstrijd. Russell naar de tweede plek. En Charles Leclerc met een 5 seconden tijdsraf valt terug naar de derde plek. Pakt wel de snelste race van het punt. Dus hey, dat is wel nice. Nice. Verstappen, P4. Ricciardo kreeg de rijden op de D, denk ik. Sainz 5, Norris 6, Magnussen 7, Bottas 8, Alonso 9, Mick Schumacher, sorry, naar de laatste plek voor de punten. En wij dus P20. En Theo Poortje is uitgevallen. Theo Poortje uitgevallen, maar ik zag helemaal niks. Dus ik denk gewoon dat hij gewoon opgaf. Maar goed, best wel slim als de game zo rekent. Maar goed, ja, Ferrari dus constructeurskampioen. En van Leclerc mag je eigenlijk wel verwachten dat hij ook al kampioen is. Want Sainz is gewoon pauper slecht. Zo zie je maar. Ja, dat is Ferrari. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. Reageer wat even beter kan worden op mijn video. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @GNLandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. En abonneer vooral voor meer. Abonneer als je nieuw bent. Abonneer als je gewoon wekelijkse Formule 1 content wil zien. En ram ook op het belletje, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Elk weekend 2 video's online om 1 uur. En ja, deze aflevering zit er alweer op. Dan zou ik zeggen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Oh, boo-hoo! Let me play a sad song for you on the world's smallest violin.